eerste Leiden blijven. Allemaal geen Leiden blijven. De eerste Leiden blijven. Wij vonden altijd dat dat als verantwoord kon. En die conclusie onderschrijven we nog steeds. We hebben wel de afgelopen jaren heel uitgebreid met mensen gesproken. Mensen uit de wijk, ouders van kinderen die daar op school gaan. We hebben gehoord wat voor zorgen erbij zijn, wat voor angsten ze hebben. En we hebben geprobeerd een antwoord te vinden op die zorgen en de dingen waar mensen bang voor zijn. En om die reden zijn we gekomen met twee aanvullende maatregelen. Ten eerste dat hij moet niet wordt toegestaan dat hij in Leiden contact opneemt met minderjarigen. En ten tweede dat als hij naar buiten gaat om boodschappen te doen of om andere activiteiten te ondernemen, dat dan altijd een vrijwilliger bij hem is, zodat hij niet alleen is. Dat helpt ook om zijn isolement tegen te gaan. Het is niet goed, weten we, als dit soort mensen geïsoleerd blijven. Die vrijwilligers die zorgen ervoor dat hij contact houdt met de maatschappij. Er was heel veel kritiek uitgereikend in deze wijk, tussen al die scholen. Gaat hij ergens anders heen in Leiden? Hij blijft wonen op de plek waar hij is, omdat de randvoorwaarden zodanig zijn dat we daar ook niet bang voor zijn.